Ik weet ook niet meer wat dat allemaal betekent. Water, trappelen. Ik weet nog net wat borstkrol en rugkrol is, maar verder ben ik alles een beetje kwijt. Mag ik? Ik durf niet. Nee, nee. Ah! Help. Moet naar mijn les. Zeg mijn mama dat ik van de hout. Zwaar, hoppakee, top. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja! Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag onze zwemdiploma halen. Dat is de bedoeling. Denken jullie allemaal dat het gaat lukken? Ja. Zeker weten? Ja. Oké. Ik ben hier vandaag met mijn allergrootste vrienden en vriendinnen. Dit is... Bente. Bente. Tess. Tess. Boas. Boas. Storm. Storm. Ik ben Seth. Seth. Oude Seth, boksaar. Levi, boks. Jij? Colin. Oké, we zijn met z'n allen, we zijn met de gang, we zijn met de crew. We gaan vandaag onze zwemdiploma halen. Ik ben een klein beetje nerveus. We moeten als het goed is in kleren gaan zwemmen en zonder kleren met zwembroek en alles. Dus het wordt... Nee, ik wil geen zwem. Ja, dat wordt gezellig. Maar we gaan het wel even doen. Zijn we er klaar voor? Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Oké, let's go. Het water is warm, hè? Het is zover. We staan voor het zwembad. Ik ga mijn zwemdiploma halen. Ik sta hier met badjuf Angeline. Angeline. En badjuf Angeline gaat ons vandaag ons diploma geven. Als het lukt. Ik hoop het. Geven? Eerst aan het werk. Goed zo. Angeline, wat is vandaag de bedoeling? Allemaal goed luisteren, jongens. Je springt er straks in. Ga je water trappelen, 10 tellen. Dan zwem je op je buik tot waar die gele buis ligt. Die hou ik daar in het water. Zwem je daar onderdoor. Dan een grote ronde op je buik. En rugkraal terug. En als dat allemaal lukt, dan heb je je diploma. Dan nog watertrappelen. Oh, dan nog watertrappelen. En dan heb je een diploma. En met watertrappelen mogen hier de ouders altijd meedoen. Wat even, ik heb een vraag. Wat als ik moet plassen als ik bezig ben? Dan mag je toch inslapen. Hey, voordat je begint, ga je eerst plassen. Oké. Okay. Iedereen die plassen moet, gaat nu eerst plassen. Ja, die gaan eventjes... Ik moet nooit plassen. Iedereen die moet plassen. Kom. Niemand? Oké, top. Oké, alleen Colin even. Zet hem op, Colin. En badjuf, is het de bedoeling dat ik dit allemaal onthoud? Want ik ben de helft alweer vergeten als ik hier ben. Nee, ik vertel het elke keer. Oké, dat is maar goed ook. Jij was het ook alweer vergeten, hè? Ja. Wat moet je daar? Ik weet het al niet meer. Ik vertel het straks nog een keer. Oké, goed. En we beginnen met kleren aan. We beginnen met kleren aan. Heb ik een beetje een goede zwemoutfit? Prima. Ja, toch? Dat dacht ik. Inderdaad. Ja, goed, we zijn goed gematcht, dus wat dat betreft. Jij hebt een koud! Ja, dit is moeilijker dan ik dacht, joh. Sartorie zeg. Ik ben wel een beetje nerveus. Ik kan wel redelijk zwemmen, volgens mij. Die kwaliteiten beheers ik wel. Alleen, ik vind het wel heel grappig. Ik weet ook niet meer wat dat allemaal betekent. Water, trappelen. Ik weet nog net wat borstkrol en rugkrol is, maar verder ik ben alles een beetje kwijt. Mag ik? Ik durf niet. Nee, nee. Ah! Wat moet ik doen? Water trappelen. En zwemmen op je buik. Op je buik. Het gaat hartstikke goed. En op je rug nu. Ah, je bent wel strenge badje, mevrouw. Iedereen die plassen moet, gaat nu eerst plassen. Oké, ronde 1 zit erop. Ik weet niet of ik het gehaald heb. Ik begrijp het allemaal niet zo goed. Pap, hoe ging het? Goed. Denk het een beetje goed? Ik ben trots op je, jongen. Ja? Help. Ja, dit is mijn zwembroek. Oh, je moet dus opnemen. Oh, zo. Oké, okay. Tijd voor ronde 2. Nu wordt het spannend, we gaan door een gat zwemmen. Luister goed naar de badje. Zwem door het gat heen. Zwem je gelijk door, heel netjes langs de kanten zo. Eén hele grote ronde op je buik. Als je hier bent, draai je om op je rug zonder dat je de kant aanraakt. Dan zwem je een grote ronde op je rug. Oké, okay. Dit is de grootste nachtmerrie van elk kind. Zwemmen door het gat. Normaal gesproken weet ik het gaatje wel te vinden, maar op deze moment. Mag ik? Let's go! Yeah! Yes! Wat moet ik nu doen? Oh! Oké, moet even een rondje zwemmen. Jullie denken vast, oh, dit is makkelijk, maar we draaien dit in de maand mei. Zoals je weet is de maand mei dit jaar niet heel, heel warm. Oh, ik doe het helemaal verkeerd. Handen op mijn rug! Godzonder!
Dus het is best wel koud. Maar ja, die kids hoor je niet klagen, dus ik ga ook niet Oh jeetje, wat is dit? Oh wacht, je moet hier. Was weer te ver. Zo ver gaat het ABS onderzoek. Kom maar langs deze. Het zwemmen gaat goed, een beetje koud. En met een beetje koud bedoel ik Het is best wel heel erg koud. Maar we moeten nu weer in het water. Zijn we klaar voor? Zo moet je. Ja, daar gaan we. Duwen, opdrijven op je buik. 1, 2, 3. Gezicht in het water. 7, 8, 9, 10 en zwemmen. 1, 2. Ja, daar gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zwemmen. 9, 10 en zwemmen door. Ik ga hem niet draaien, joh. Gaan we borstkrul zwemmen naar de andere kant. Zijn we er klaar voor, degene die ik aangewezen heb? Jazeker. Ja, daar gaan we. Dat is jouw kameraad. Handen in je zij en een rondje draaien. Handen weer zo. Jij kan gewoon staan. Nee hoor, en doe me een beetje shampoo op ons haar. Even je haren wassen. Vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien en... En allemaal geslaagd! Yeah! Wat mogen we spelen? Nee jongens, het was niet makkelijk. Ik heb gestreden met mijn strijders. Aan mijn zij. Ze zijn allemaal geslaagd. We hebben allemaal ons diploma. Oh, nu gaan we over van de glijbaan. Ja, dat is toch hoger dan je dacht, hè? Kom op, je kan het. Nee, duw, je moet me duwen. Wat, juf? Ja? Hoe heb ik het gedaan? Goed. Ja? Ik ben geslaagd. Ja, maar is het gewoon... Was het gemiddeld of was het... Ruim geslaagd. Voor je diploma is het ruim geslaagd. Ik kon alleen de instructies niet helemaal volgen, maar... Ja, dat zal aan mij liggen. Ja, of aan mijn oren waarschijnlijk. Gewoon water in woorden. Ik verwacht nog wel een diploma. Ja, haal die knaartje. Is er even van de tijdpak. Kapot. Wat is dit? Ik neem het gewoon mee. Die ga ik gewoon stiekem naast Lina leggen als ze slaapt. Nee. Wat ga je doen, joh? De brand meenemen. Nee, kom samen. Nee, is mijn bad. Nee. Nee, is mijn bad. Stop. Het is mijn bad. Nee. Nee, stop. Kelvin. Ja, ik had hem. Nee. Nee. Ik even het water kleuren. Maar nee, dat mag niet. Help, wat je vrouw. Wat je vrouw. Help. Kan je gewoon niet staan. Oh, oké, okay. Ik kon er gewoon staan. Niks aan de hand, mensen. Ik ben een kindvriendelijk mens. Hey. Nee hoor, kijk. Ik bedoel gewoon... Ik hou vast. Oh. Ben je klaar voor? Ja. Oké, okay, 3, 2, 1. Hij doet het niet! Oh. Mag ik hem ook even? Dankjewel! Ja, kijk, dit is leuk. Dit is zo'n handdoek. Met zo'n gat erin. Hij mag kapot zijn. Zo. Een klein beetje scheuren. Zo. Kijk, staat hij een beetje mooi? Nee. Oh. Yes! Drie keer raden wat ik heb voor jullie. Een A-diploma. Ja. Hé, hey, dat is knap. Na maandenlang oefenen, elke dag, is het eindelijk zijn jullie eindelijk geslaagd voor jullie diploma. Alsjeblieft. Lekker set, jongen. Hey. Gefeliciteerd. Dankjewel, mevrouw. Dankjewel. Yes. Hé, wat doe jij? Hé, hey, wat is dit? Jij zei wat doe jij, joh? Jij zei dat zei ik helemaal niet. Oké, jongens. We hebben het gehaald. We hebben het gedaan. Supergoed. Ik, Guy, moet jij niet zwemmen? Waarom niet? Zal ik jou even in het water gooien? Nee? Zin in ijs? Nee, dan ga ik zinken. Ga je zinken? En dan ga ik...
Dan gaat ik dood. Goed, de sfeer zit er goed in. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Terug van Toen. Het was legendarisch. Dank jullie wel. Mijn naam is Calvin. Mocht je nou nog denken, hey, ik zou het leuk vinden als je teruggaat naar dit of naar dat of naar zus of naar zo. Laat het me even weten in de reacties. Ik ben trots op jullie. We hebben het allemaal goed gedaan. High five, allemaal. Goed zo, goed zo. Jij ook. Jij ook. Lekker, lekker. Wie ook? Hey, bolletje. Ah, flash. Ik zie jou volgende week. Doei.